zo te zien zijn ze rijk. Ja, en zo te zien krijgen ze binnenkort veel meer geld. Die dieren zijn heel zeldzaam, dus heel veel geld waard. Is die dame daar zo'n familie van u? Inderdaad. Zij is mijn lieve vrouw. Ik maak me vreselijk zorgen over haar. Ze is zo tenger en gevoelig. En wat gaat er met al die dieren gebeuren als ze verkocht zijn aan de handelaar? Dat ligt eraan. Als de jongen sterk zijn, gaan ze misschien nog naar de dierentuin. Maar wat er met de oudere en zwakkere dieren gebeurt, wil ik echt even liever niet aan denken. Maar dat is toch verschrikkelijk? We moeten die dieren zien te bevrijden. Inderdaad. Opdracht of geen opdracht? Mee eens allemaal? Tuurlijk. Maar hoe? Eerlijk gezegd hoopte ik al dat jullie wilden helpen. Misschien kan ik als lokaas dienen en de stropers weglokken zodat jullie de dieren kunnen bevrijden. Gaan dieren bevrijden. Oh, wat een heerlijk gevoel. Dieren bevrijden. Oh, wat een heerlijk gevoel. Ik
tik hoger. In het boek staat dat kangoeroes zeer grote afstanden springend kunnen afleggen. En dat zij tijdens hun tocht vele sprongen kunnen maken. Oké, maar waar is de kangoeroe met de koffer? Deze omgeving is slecht voor mijn huid en haar. Het is hier zo droog. Laten we hier zo snel mogelijk weg gaan. Ik denk dat we in het midden van Australië zijn. Australië is 186 keer zo groot als Nederland en bestaat voor meer dan de helft uit woestijn. Volgens mij zijn we daar nu in het land. Ik wil hier weg en ik heb dorst. En ik wil in een geurig bad. Oké, laten we dan maar verder gaan. Hier is de kangoeroe toch niet meer. Kom bij het vuur zitten. Leef met ons mee. Waar komen jullie vandaan? Wij komen van de stad. Wie zijn jullie? Wij wonen hier in Australië. Ik denk dat dit een Aboriginal is. Een van de oorspronkelijke bewoners van Australië. Zij wonen hier al vele eeuwen en kennen vele verhalen uit vroegere tijd. Heeft u ook een mailtje voor mijn haar? Het is hier zo droog. Wow, ik denk niet dat het voor mij geschikt is. Heeft u ook een kangoeroe met een koffer gezien? Nee, ik ken wel kangoeroes. Maar die hebben alleen een buil en geen koffer bij zich. Kom zitten en eten. Morgen lossen we de problemen wel op. Ik ben de snelste van het land. Ik heb een superprestatie geleverd. Op blote voeten door de woestijn lopen, zeg! Dat is pas een topprestatie. Yeah man. Ik kom van het strand en hoor ik lever de beste prestatie. Ik ben het best van heel Australië. Door de stijl, niemand weet hoe het is om surf te zijn. Die kangoeroes en haar Aboriginals zijn ze dom. En iedereen in de zaal hier weet waarom. Ik ben gewoon de beste, geen gemaar. En hiermee is mijn rap bijna klaar. Ik ben de flex die jullie staan vast. En hiermee sluit mijn rap af. Ik ben de beste van het land. Dus kangoeroes en haar Aboriginals schuiven de kant. Ik ben de beste van het land. Ik heb die koffer altijd hard voor het zijn. Zijn de beste van het land. Want ze wonen niet in huisjes aan de waterkant. Van het land, dus kansen naar Bridge nog schuif aan de kant. Ik ben de beste